Boelz en Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik een aantal aanvragen doen, waaronder een trias. Een nieuwe die we geen één keer hebben meegenomen. En ik heb ook een Matic, een Algo, een Sand, een Vet, een Ivy 2 Of tenminste een Ivy 2 dat is Davy Money. In ieder geval hartstikke bedankt voor jullie aanvragen en bedankt voor het kijken. Voor alle nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. We zijn al de 2700. Ik kan het niet erg genoeg waarderen. Hartstikke bedankt, dus laten we ook gelijk beginnen. Voor als je nieuw bent. Ik uh, trade en investeer al vanaf 2013 in de crypto. En ik hoop gewoon al het goede te kunnen delen. Daar ben ik sinds vorig jaar begonnen op YouTube. Dus vind je dat leuk? Vergeet niet te abonneren. Volg me ook op uh, Twitter, Facebook, Instagram en TikTok. Zodoende kunnen we met z'n allen wat groeien en elkaar helpen. Ik word de komende maandag gesponsord uh, door CoinMurse. Dus daar zal ik straks ook eventjes wat dieper in gaan. Staan allemaal leuke linkjes in de beschrijving van de video. Dus vergeet het niet te bekijken. Bitcoin. Bitcoin had ik gisteren meegenomen. En eigenlijk gisteren was een beetje een korte update. Met Ethereum ook erbij. Ethereum die begint nu ook wat verder te zakken. Dus uh, ik begin mijn ogen open te doen. Tenminste, ik word nu wat meer wakker. Want dit, dit is het eigenlijk wat ik wil zien. Dat je wat laag gaat. Dat je wellicht dit risico eruit gaat halen. Je bent nu bij die, wat ik al zei, bij die 20.000. Dat, dat was gewoon de plek waar je die square op had. En ik zal er heel even iets dieper in gaan. Naar de 1 uur. Die gele lijn die stond eigenlijk gewoon de hele tijd bij die 20.000 hier. Daar ben je nu. Tenminste, ben je gekomen. Wellicht dat we hier wat support kunnen vinden, of dat er een reactie komt op die square. Een square is als je wegspringt en niet meer terugkomt. Hier spring je weg, kom je nu weer terug. Dus die square heb je gevuld, dus op zich kunnen we die wel weghalen. Het geeft mij altijd gewoon even een fijner beeld van waar de risico's zitten. Maar goed, hier wil ik dus support gaan vinden. Hier durf ik ook wel een add-on te doen. Dit is allemaal geen. Uh, financieel advies, het is meer mijn kijk erop, en het is altijd mijn plan. Het, uh, uiteindelijk als jij een uh, beslissing maakt, is het jouw plan. Probeer er altijd uh, te weten waar je koopt, waar je verkoopt en uh, waar je winsten pakt, waar je verliezen pakt uh, of break-even uh, eruit gaat. Dan moet je eigenlijk allemaal van tevoren weten voordat je zo'n entry maakt. Maar goed, het heeft nu gewoon een kleine move laten zien. De prijs komt naar me toe. Het maakt een lower low op dit gedeelte. Dus wellicht kunnen we hier nu even die uh, lower high creëren. En alsnog nog een keer kijken of we hier support vinden. Al vallen we dus helemaal tot met hier. Het is gewoon testen of er we hier wel support en genoeg koper zitten om wellicht een keer die move te kunnen maken. Maar die move, dat heb ik er vaak genoeg over gehad. Ik zie deze gele lijn wel een belangrijke lijn bij die 0.382. Dat is bij die 28.000, 29, 29 29.000 dollar. Dus het blijft gewoon nog steeds mijn plan. Als we dit breken, het mag het van mij ook piercen, bijvoorbeeld die 17.700. Dus dat je het pierst, dat hebben, we ook, hebben jullie volgens mij nu ook wel genoeg gezien, het piersen van levels. Dus het pierst het level, we gaan weer even terug, weer mensen voor de gek houden en dan lager. Het kan allemaal gebeuren, staat allemaal in mijn plan. Als het pierst, heb ik daar ook weer een plan voor. Maar we moeten gewoon weer even wachten. En dat is het geduld hebben en dat is gewoon wat je heel erg moet leren, geduld hebben. Tenzij je een dagtreder bent, dan ga je in de hele kleine tijdframe zitten, maar... Ja, als je gaat leren wat langere tijdframes, dan boeien dit soort gedeeltes niet. En dat geeft je ook veel meer rust en veel heldere kijk op de hele koersontwikkeling van elke coin. Even kijken. Dus dit was Bitcoin gisteren meegenomen. Wil je wat dieper op ingaan? Kijk die video van gisteren even terug. Dat was gisteravond. Dus dat is nog vers van de pers. Uh, ja, en die andere was Ethereum. Heel snel naar Ethereum. En als ik dat hier doe, dan krijg ik niet de juiste grafiek. Dat moet ik even bij deze onderste doen. En dit was even Trias daaronder, die je net zag. Volgens mij heb je hem net niet geraakt, of wel. Nee, we zijn er dus. Of wel. Nou, dat bedoel ik, wees nooit precies. Kijk hoe, hoe, hoe dichtbij het komt. 1467 dollar. Daar zijn we geweest. We zijn nu bij die square up. Tenminste, dat hebben we hier al deels gevuld. Maar je hebt nog het gedeelte tot, met hier tot de 1400 dollar. Dus nu begin ik mijn ogen open te doen. Nu wil ik wel wat proberen bij, of tenminste kan ik wat proberen bij uh, Ethereum. Omdat ik hier weet dat ik een stoploss onder kan zetten. En ook weet dat ik hieronder li li liever koop. Bij deze curve. Kijk die video van gisteren terug, wellicht dat het een goed beeld voor, je ge voor jou geeft. Of een andere inkijk. Uh, trias, die kreeg ik van Crypto Mokro. Ik kreeg ook Kas of Caspa. Ik krijg die gewoon niet terug op mijn tradingview. Dus uh, die, die komt wel een keertje terug in de toekomst. Maar in ieder geval hartstikke bedankt voor je aanvraag. Trias is er ook eentje die ik nog geen één keer heb meegenomen. Het laat ook nog niet heel veel leven zien, want ook bij deze blijft je maar dalen. Er vloeit gewoon niet heel veel geld in. Hier zie je niet zo snel georganiseerd geld in zitten. Wilde de crypto niks zeggen, dan kom ik straks ook wel even bij Algen op terug, vind ik. Heb ik bijvoorbeeld, het is wel een mooi voorbeeld dat je daar dan heel veel onderzoek naar doet. En het is een hele goede fundamentele coin. Maar het presteert gewoon niet heel erg. En dat moet je gewoon ook meenemen in je plannen. Ik heb deze. Uh, ik haal hem nu meteen weer weg, maar hier zat ergens een wik. Dat zag je op die 4 uur. Ik ga even naar de 4 uur. Want ik wil vrij kort met deze zijn, ook omdat er niet heel veel leven nog in zit. Uh, je hebt wel de eerste targets van het hele kleine plaatje. Want het grotere plaatje moet je vanuit hier halen. Want hier val je eigenlijk door die bodem en kom je niet meer terug. Maar hier heb je er nog niks aan. Als, als het goed is en je vindt die support, kun je er wel misschien wat aan hebben. En dan is het die eerste grotere target 2,25. En die 0.382, ook weer heel belangrijk. Kijk ook weer waar die valt. Hier val je op een soort van support. Je maakt een mooie move. Ligt precies bij het level van die 0.382, bij de 3 dollar. Dus dat is voor mijn grote plaatje belangrijk. Ik wil eerst nu weten wat het nu heeft aangeraakt. Want ik zie, hier val je. Je ziet die grote square-up. Maar daarna heb je weer een wick die die square-up goed maakt. En daarna laat je die wick weer achter. En dan krijg je deze target. Ja, je ziet dat het het, het een paar keer. Het rijdt een paar keer op die 0.382. Maar daarna heb je die, uh, die 2,10 dollar. Dat ligt weer dichtbij die 2,25 dollar. Bij de 0,382 Mooier is de reward uh, Kan het dan nog verder dalen? Zeker. En dat moet je gewoon eigenlijk bij alles beseffen. Alles kan altijd verder dalen. Alleen moet je daar niet bang voor zijn. Je moet er gewoon een plan voor hebben. Want je bent nu heel mooi. Je hebt het risico erop zich af. Want hier spring je weg en kom je nooit meer terug. Hier heb je misschien ook nog gedeeld. Ik ga niet naar een uur om dat uit te zoeken. Dat is voor jezelf een goed werk om te doen en uh, te besteden. Heren. Maar we kunnen nog makkelijk dat met hier. Gewoon weer even deze bodem testen of er we wel genoeg koper zitten. En dat is wellicht weer die drop, die 5, 50% drop. Want dan kom je inderdaad bij die 60%. Dus je ziet overal nog wel die 50% risico erin zitten vanaf het punt hier. Maar dat willen ze wellicht. Het is natuurlijk ook, het laten het geld zien. We, we zitten al heel lang in een down move. Dus het is nog steeds wellicht dat je hier uit een soort van steile down move breekt. Je test even of er hier wel genoeg support zit. Het kan makkelijker een kleine lower low geven. Denk aan het piercen van het level. Om wellicht in een later stadium dus naar het lagere level te gaan. Maar het geeft gewoon wat power hier. Niet heel veel power wat ik al liet zien. Er vloeit hier niet super heel veel, heel veel geld in. Maar dat kan in de crypto best wel pumps gewoon geven. Dus. Ja, in ieder geval, heel veel succes hiermee. Crypto Mokro, ik hoop dat je er veel succes mee hebt. Ik hoop dat de targets een beetje duidelijk zijn. Heb je de vragen over? Zet het in de comments. Uh, wil je Crypto Mokro op Twitter uh, volgen? Volg hem dan. Hij is makkelijk te volgen onder Crypto Mokro. Zo simpel is het. Uh, ik ga naar de volgende aanvraag. Die kreeg ik van Liwa. In Liwa hadden twee leuke aanvragen: dat was een Matic en een Algo. Ik begin even met Matic. Matic die laat toch ook wel uh, mooie moves zien. En het blijft. Kijk, hier blijft een beetje geld invloeien. Je, je, blijft, je hebt hier in ieder geval die high-high op dit gedeelte gemaakt. En op de weg naar beneden blijft er wel wat inspringen. En wat inspringen, die laatste sprong is ook gewoon een. Dan spring je eigenlijk van deze square hier als je die square... Wat wij dus eigenlijk al van tevoren al maanden van tevoren wisten, je kan niks voorspellen, zeggen ze. Maar als je gewoon een goed plan hebt en goed kunt bestuderen hoe een grafiek werkt en hoe de koersontwikkeling zit. Kun je er een vrij goed idee van krijgen. Dus een move van 230%. En dit is eigenlijk de move die ik verwacht van Heel veel Coins. Dus met ik heb deze move gemaakt. Dus op de daily heb je hier die rode moving average. Dat is de 200. En die heb je gebroken hier. Je hebt geopend en gesloten hier. En nu kom je eronder. En nu heb je hem één keer getest. Nog niet helemaal getest. Dus wellicht dat je hier nog één keer een push omhoog kan krijgen naar die 1,03. Dat je hem nog één keer aanraakt en dan een lower low, low gaat creëren. Dat is wat ik, eigenlijk, uh, ja, wat ik eigenlijk al maanden ook naar voren zet. Dat, dat, uh, ik, ik geef niet heel... Of tenminste, ik geef wel eens vaak mijn glazen bol theorie. dat is gewoon wat je moet hebben, een plan. Maar mijn plan van het begin dat we hier naar beneden gingen... was eigenlijk dat we hier weer even die lower low gingen creëren. En meestal zie je dan inderdaad dat je die rode moving average op zoekt. Dat je daar heel veel resistance op vindt. En dat je daarna een lower ma low, low maakt op dit gedeelte. En dan wellicht ook waar je hier die witte streep ziet, deze square op gaat vullen. En als je daar nog niet mee klaar bent, dan heb je hier bij die 5 dollar cent weer een square op zitten. Dus dat zijn allemaal risico's nog steeds bij Matic. En uh, voor Matic ben ik wel een beetje klaar, want het heeft dus op het kleinere plaatje mijn 0,6 en 8 gehit. En, en, en je bent dus bij die rode moving average. Dus ik wil nu gewoon mijn rust pakken en wachten tot ik een mooie positie kan krijgen bij uh, Matic. Want hier. Ja, het laat dus wel het geld zien. Ik wilde naar een kleine tijdframe gaan. Als ik dan ga kijken, ik kan die retracement VIP vanuit hier halen. Dit is zeg maar het kleinere plaatje. En dan zie je dat je alsnog, het werkt al een beetje. Het reageert er al op. Oh, ik zit helemaal verkeerd. Te kijken, <laughs> excuses. Ik moet hem vanuit hier de top. Dan heb je het kleine plaatje waar je hier wegspringt uit die sideways move een beetje. En ja, ik zie nog niet veel reactie. Dus ik ga lager kijken. In principe spring je hier gewoon al weg. En ik zie nu al. Je ziet op die witte VIP-lijn, zie je al kleine reacties komen. Nu ben je dus bij die 0.382 geweest, kleine reactie. Je hebt het gepierst, level lager is het 69,70 cent. Nog een level lager, een hele belangrijke VIP. De 0.68 bij de 60 cent, maar kijk ook weer links. Zie je ziet er een square op, zie je ziet een soort van plafond waar je resistors vond. Nog een keer resistors vond. En als je het helemaal brak, maakte je een mooie high. Dus hier bij die 60 dollar cent wil ik wel wat proberen. En dan kan zomaar tot die 55 dollar cent zijn. Daarvoor zeg ik, wees nou precies. Daarna wil ik het liefst weer lager bij die. Uh, zeg even die 48 tot de 45 dollar cent kopen. En daarna nog, nog liever beneden. Maar wat ik al net zei, een beetje gaf, mijn kijk op dat de, op de ding. Is dat het een low low kan creëren. Dus op een gegeven moment stop ik gewoon en. Uh, ja, of ik haal het breken hier mijn geld uit of net als hier hier heb ik dus een mooie move. hier kun je dus een mooie move meemaken je kan er winsten uithalen en nu gewoon weer wachten tot er of je kan er altijd wat in laten zitten want dit is nogmaals het kleinere plaatje en wat ik al zei van ik verwacht het kleine plaatje ook gewoon dat het gebeurt want er zit gewoon niet heel veel power meer in de markt het grotere plaatje kan je het allergrootste plaatje kan je van hier halen en dan zie je ook weer ik ga even die witte fips weghalen dat het heel mooi die 0.236 heeft gepierced. We testen het één keer, twee keer, nog een goede piercing. En wellicht dat het dit te tekenen zijn dat je alsnog één level hoger kan gaan naar die 1,35 dollar. Dat is het grotere plaatje. Ik, ik zou het best, ja op zich zou dat helemaal niet zo gek zijn. Maar je hebt dus nu die rode moving average boven je. Waar je hem hier dat onder je had en waar je de support vond in de boelmarkt. Heb je nu boven je wat veel resistance kan geven. Je hebt hem nog niet eens aangeraakt en het geeft al een retrace van, en vergeet niet dat het een move van 230% wordt, maar het geeft nu al een retrace van bijna 30% en dan zijn we dus nog lang niet bij die 60 cent. Dat is dus een 44% drop. is helemaal niet gek in de crypto, kijk ook naar links, het gebeurt vaak genoeg. Het liefst wacht je ook daarop en koop je, ik koop nooit een groen, LC in groen, heel simpel. En dit is makkelijk gezegd en gedaan. Want als het rood is, dan heb je heel veel waardeloze dingen in de wereld. En de berichten zijn er niet altijd best. Dus dan moet jij maar de ballen hebben om toch te kunnen verkopen. En je positie uh, ja, op dit moment bijvoorbeeld weer te kunnen, ver, uh, te ver, kunnen vergroten. Ik kom lekker aan mijn woorden. Ik hoop dat deze vrij duidelijk is. Dus eerst uh, zit ik wat meer naar de onderkant te kijken voor entries. Maar mochten we naar boven gaan, dan heb je op het kleine plaatje nog steeds die hogere targets. Die 1,25 dollar tot 1,30. Als ik dan groter ga kijken, ga je naar deze. Dan heb je dus hier nog een uh, 0,68 op de 1,16-17. En dan heb je hier de 0,786 en de 0,83 bij de 1,40-1,45. Dat is even als we hier support vinden en meteen weggroeien. Uh, een andere die je liever. Hartstikke bedankt natuurlijk voor je aanvraag. was alger. Ik hoop trouwens dat het met ik wel duidelijk is. En ik hoop dat we daar uh, volgende week misschien wat dieper in kunnen gaan. Als het misschien wat meer is gevallen. Even kijken, Algo. Ik weet nog niet. Algo heb ik echt op meerdere exchanges staan. Ik ga deze er even Ik denk dat ik het gewoon bij deze houden. Dit, uh, wat ik ook in het begin van de video zei, is misschien wel een mooi voorbeeld. Ik, ik vind het fundamenteel een goede coin. Ik heb er mooi huiswerk in gedaan. Maar alsnog laat het eigenlijk helemaal niks zien. Hier, hier wel hoor. Hier heb ik echt een heel leuk kunnen verdienen eraan. Daarom blijf ik hem ook onthouden. Hè? En ik, ik onthoud ook dat het hier gewoon een hele mooie structuur maakte: van higher highs, higher lows. En een nieuwe en High. Dus dat onthoud ik alleen maar. Uh, dat onthoud ik zeker naast dat het gewoon fundamenteel een goede coin is. Doe ook je eigen huiswerk. Er staat altijd een linkje van in de beschrijving, van, uh, wat Algo is, word je gelinkt naar Coin Market cap. En kun je daar eenmaal verder kijken. Waar ik ook even op terug moet komen, is natuurlijk CoinMers. Uh, ik word dus gesponsord door CoinMers. Ik krijg vaak de vraag van welke exchange je. Nu heb ik er wat meer, maar waaronder dus een Coinmers. Ik wil. Een exchange hebben waar ik gewoon Nederlands kan praten tegen een team. Als ik een probleem heb. of ik wil in ieder geval dat mijn geld veilig staat. Nou, dat, dat heb ik bij CoinMers gevonden. Ik ben ook bij ze geweest. Ik ga volgende week ook naar ze toe. Ik hoop dat ik gewoon een leuk gesprek met ze kan krijgen. en dat jullie er ook veel uit kunnen halen. Maar CoinMers is een grote exchange. Een betrouwbare exchange. Het kan dus makkelijk uh, je geld. of tenminste, je kan makkelijk met Ideal. Ik probeerde even op coins te drukken. maar wellicht dat mijn internet opeens het dan weer niet doet. Oh jawel, er. Uh, je hebt in ieder geval 200 coins waar je kan handelen. Maar je kan gewoon beginnen met een ideal. Uh, uh, jeetje, ik kom er helemaal niet meer uit. Je kan gewoon met ideal een bitcoin kopen en van daar kun je verder. Uh, niet zozeer als bij Binance heb je ook heel veel coins. Maar het is toch wel lastig om daar naar binnen te komen, helemaal aan het begin. In 2013 waren dat echt de moeilijkste dingen. Je ziet toch nog steeds dat mensen daar moeite mee hebben. En dat wordt dus een beetje met coins opgelost, want je kan makkelijk gewoon net als bij elke webshop gewoon met Ideal betalen en daarna kun je traden. Zij hebben dus 200 coins. 200 coins bijna elke coin die wij bespreken. Zodoende ook een, uh, ja, de gekste coins. Algorand wilde ik er even uithalen. Algorand, ja, ik vind het gewoon een hele goede coin. Dus ik heb mijn huiswerk daarin gedaan. Ik weet dus waar ik uh, wil kopen, waar ik wil verkopen, waar ik ook een stop los wil zetten. En dat kan allemaal bij CoinMers. Maar bij CoinMers is het natuurlijk net zoals bij andere exchanges: kun je steken. Je krijgt een stukje earning tot wel, ik ga er heel even naartoe, tot wel 15% per jaar op al je uh, crypto-bezittingen. Daarnaast heb je dus het steken, je hebt wat uh, bots waarin je kan uh, handelen. En ook kan uitproberen. Je hebt een stukje informatiecentrum. Niet alleen een digitale informatiecentrum. Maar ook een fysieke winkel waar je naar binnen kan lopen. Dus al met al. Ik vind het een heel leuk bedrijf. En leuk dat ze ons gevonden hebben. En dat ze ons sponsoren. Er staat een linkje van in de beschrijving. Als je daar een account aan maakt en gaat traden. Dan komt er steeds 0,3% op het account van Boels Beers. Ik probeer dat op te sparen. En over een tijdje te gaan verdelen onder de Boels Beers leden. Dus in ieder geval hartstikke bedankt ervoor. Ik zie ook dat mensen er leuk mee bezig zijn. Sommigen hebben al een account aangemaakt en zijn gewoon een beetje aan het rondkijken. Anderen zijn echt al lekker aan het treden. Dus ga zo door en ik hoop dat we met z'n allen heel veel succes hebben. Uh, weer terug naar de grafieken: Vredescoil, meer is niet. Algo, dus ik heb er mijn huiswerk in gedaan, maar het doet gewoon nog niet echt veel. Het laat ook niet echt deze Vips nog zien, of tenminste dat we deze Vips hebben geraakt. Maar in een klein tijdframe hebben we wel al wat aan geraakt. Want in een kleine tijdframe val je eigenlijk hier gigantisch. Dit is echt een dramatische drop. Als je dat even meet. Want vanuit hier ben je dus al echt gigantisch gedropt. En uiteindelijk ga je hier gewoon nog een keer. En één keer, eigenlijk in een dag of nou, bijna twee dagen: 60% naar beneden. is een gigantische drop. Dus vanuit het kleine plaatje wil ik vanuit hier meten. En dan zie je dat al gewoon heel mooi die vips raakt. Niet één keer. En dan moet ik een beetje fine-tunen. Want hier. Breek je naar boven, je valt hier. Dit is het eigen geld. Ik moet het toch even iets duidelijker. Als ik het soms terugkijk, dan snap ik inderdaad dat jullie dat niet goed zien. Maar dit is het geld dat hier naartoe gaat. En dit is het geld dat echt die bodem breekt. Dus vanuit daar wil ik meten. Als ik dan ook weer naar links ga kijken. Oh. Dan zie je dat je heel mooi. En het. Jeetje, ik zit echt uh, met het ding te glooien. Excuus voor mijn woorden. Maar dan zie je dat je heel mooi. Het heeft. Dus hier zit je nog in downmove, Je breekt die Dowmove, je probeert structuur te maken, kijken of hier wel support op zit. Kijk wat een mooie risk reward plek je plek had. Je kwam gewoon weer precies bij deze bodem. Daar kan ik wel een iets strakker stap loszetten om wellicht deze move. En het geeft me gewoon weer een hele mooie positie. Dus daarom, liever super goed dat je deze aanvraagt En de komende dagen zijn ze al wat beter qua uh, entries voor coins. Het is geen financieel advies, maar hier kan je dus echt wel een mooie stap loszetten. Als je dan weer hier naartoe gaat, heb je het over van 30% op het kleinere plaatje. Met je eerste target, waar je het dus al één keer hebt getest, twee keer, een derde keer hebt gepierst. Dus op zich een level uh, of tekenen dat we hoger kunnen gaan. Die 0,382 is bij een 42, 43 dollar cent. Is toch al een ruimte van 50%, doe ik het voor. Dan heb je de 0,68 bij deze hele grote square, waar je hier dus in één keer die 60% valt. Laat je hier een hele grote square achter en het begint een beetje bij die 51 dollar cent. Heb je het over een ruimte van 81, 82 procent? Als ik dan die hele square heb gaan vullen, bij die 0,786 en bij die 0,83, andere soort bevestigingen, dan heb ik het over een ruimte van 111 procent en dan kan het wellicht groeien tot een 60 cent. En dan kijk ik dus alleen nog maar daar. Hier. En wat ik dus ook vaak niet zie, bestudeer dit. Het kan best wel lang duren. Het kan ook makkelijk een low maken om nog even te kijken of hier wat genoeg kopen zitten. Maar in ieder geval, ik hoop dat ik een goed beeld heb gegeven, uh, gegeven uh, Leeuwen. En ik hoop ook dat andere mensen er wat aan hebben, want ja, je ziet het, ziet het op een mooie uh, risk reward play. Een andere die ik wil gaan doen, die kreeg ik van Giuseppe. Giuseppe die is mij pas gaan volgen en die heeft best wel leuke aanvragen. Dus hartstikke bedankt voor je aanvraag, Giuseppe. Ik had dus gisteren ook in mijn video, uh, zei ik van: je hebt van de week had je op Spotify Jeroga met uh, Mark Zuckerberg. Uh, echt wel een leuk interview. Al, al, al vind je Mark Zuckerberg misschien. Uh, ja, heb je wat tegen hem. Hij geeft echt een supergoed beeld van uh, wat Metaverse kan worden. En uh, waarom het toekomst heeft. En ja, wat voor fysieke en wat voor mentale dingen erachter hangen. En ook waarom de technologie er gewoon nog niet is. Waardoor het ook nog niet dicht in mainstream pakt. Maar hij geeft een supergoed beeld van. Ik heb, er, ik heb er ook. Iedereen heb er denk ik denk wel een beetje ingedoken. Die weer in de zat. Maar. Ga er eens naar kijken, of tenminste, ga er eens, als je dat leuk vindt, kijk ernaar... en hopelijk geeft het gewoon een beetje een goed beeld. Uh, ik kan het klein kort samenvatten, maar hij zegt eigenlijk... over twee, drie jaar zijn we pas een stuk verder. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. En als je verder in een gesprek gaat, dit is een podcast van bijna drie uur... Uh, dan, dan, dan hoor je eigenlijk dat, het ongeveer, dat hij een oog heeft op acht tot tien jaar... voordat, voordat we echt ergens zitten waar hij denkt, waar hij wilt zitten... Hij zegt, er zijn nog zoveel kleine technologie-dingetjes die nog niet ontwikkeld zijn. Of waar gewoon de computer nog voor moet leren om dat te kunnen uh, laten weerzien. Uh, weer maar hij ge ja, het, hoe hij het vertelt, zo begrijp ik, of tenminste, zo uh, kan ik wel de toekomst zien. En uh, zo kan ik ook wel begrijpen dat mensen dat in de toekomst uh, gaan gebruiken. Joe Rogan stelt hele goede kritische vragen. Ik vind zijn show altijd heel fijn om te kijken, want hij stelt eigenlijk altijd de vragen die je denkt die je wilt vragen. Uh, be, uh, het is best wel controversieel, dus ik snap dat niet iedereen het leuk vindt. Maar het is. Ja, het, ik vond het een heel interessante aflevering. Dus uh, wellicht dat de mensen daar ook wat aan kunnen hebben. Ik vond hem ook best wel menselijk, uh, Mark Zuckerberg. En hij geeft ook best wel duidelijk antwoorden. Het, ja, hij heeft gewoon niet de makkelijkste taak. Besef dat je gewoon uh, beslissingen moet maken voor miljoenen mensen, honderden miljoenen mensen. Waar wij hier een beslissing maken voor onszelf. En waar die beslissingen ook super uh, en, ja, eigenlijk super belangrijk zijn. Waar Waar ik het ook in mijn vorige video ook af, uh, over had, zie je het als een bedrijf runnen. Daarin moet je op de juiste momenten de juiste beslissingen maken. Dat is hetzelfde hier. Hier moet je op de juiste momenten kopen, verkopen. Uh, ja, en daarvoor eigenlijk ook dus bestuderen welke coins of waar, waar je in wil studeren. Dus het heeft heel veel vergelijkingen. Maar uh, ja, ik vond het wel leuk en ik, ik hoop ook dat jullie dat kunnen kijken. Even kijken, Giuseppe, jij het zendt, uh, en sent, sand, deze sandbox en die kwam natuurlijk ook hartstikke gek met die uh, Metaverse hype, kwam het uh, helemaal naar boven. Je ziet ook weer, een unstellable move geeft al, eigenlijk al helemaal dit soort moves, die geven vaak 100% terug. Je hebt hem nu 100% teruggegeven, je hebt een kleine reactie zelfs gegeven op het punt waar je wegsprong, en waar je dus nooit meer terugkwam. Want hier spring je weg en kom je nooit meer terug. Dus dit is één grote square wat je hier achterlaat. Dus ook al waren we hier, dit was mijn risico. Hier ga ik niet meer in cent springen. Omdat het zo'n groot risico achterlaat. En omdat ik gewoon weet dat ik altijd wel weer een mooie positie kan krijgen. Dan krijg ik het niet, heb ik een andere coin die dat wel kan. Ook weer bij deze zie je toch nog wel uh, dat het hier een lower low kan maken. En dat is die 50% extra naar beneden. Dus dat is je risico. Maar cent, waar we net bij het kleine plaatje net hebben geraakt. Heb je bij cent het iets grotere plaatje gewoon geraakt. Dus je vindt hier support. Hier raak je nog niks, maar hier begin je één keer het piercen, te testen, te testen. En daarna vind je gewoon een reactie erop. Je zoekt weer even hier of er genoeg support zit. Je ziet ook dat je boven die moving average wilde werken. Hier heb je die rode, waar je bij Matic dus al bent geweest. En waar ik dus denk van dat dat een mooie target kan zijn. Die is aan het afbuigen naar die 0,382 bij de 1,82 dollar. Dus dan heb je hier best wel een mooie ruimte. Laten we eens kijken wat ons risico is. En dan bedoel ik niet het risico daar, maar. Gewoon weer even deze bodem nog op, uh, op zoek is een 19%. Maar vind je je support en weet je hoe je met Fibonacci kan werken en waar je een stop los kan zetten, dan heb je het over een eerste target van 50%. En dat heeft hij dus al een aantal keer aangeraakt. Dan die 0,382 en die rode Moving Average, wellicht bij die 1,82 dollar tot nu uh, de 2 dollar, heb je het over een ruimte van 100%. En dan kijk ik dus nog in het hele kleine plaatje. Als ik dan iets zo groter ga kijken, dan heb je de andere belangrijke VIP, de 0,68 bij de 2,50. En hier een pushje winner Dit is natuurlijk al een pushje winner die 160%, maar die 0,786 en die 0.83. Bij de 3 dollar heb je het een ruimte van 200%. Dus als dit een goede coin is, laat het maar de structuur en het geld laten zien om het te bewijzen dat we hier wellicht wat in de toekomst aan kunnen hebben. We staan in de kinderschoenen van dit soort markten, dus wees niet bang dat je te laat bent. Je bent er juist hartstikke op tijd. We zijn hier geval goed bezig. En wellicht, als we eenmaal die volgende bol in gaan, dan zit je hier echt wel goed gebeiteld in. Want ook met dit, als je hier gewoon goed straks een positie weet te vragen... Kijk ook hoe lang dit stuk duurde bij heel veel coins. En in, in die, uh, 2018, 2019 was er helemaal geen drama in de wereld. Of 2017, niet heel veel net als nu. Dus het kan nog veel erger allemaal worden. En daar wil ik je niet bang mee maken, maar... Probeer je daar wel een beetje voor te bereiden. Ook op voor te bereiden dat er wel in één keer wat lucht in de, in de wereld kan schieten. Bijvoorbeeld als Poetin zegt, nou we stoppen er toch maar mee. Ik heb het niet echt het idee dat het gaat gebeuren, want het lijkt een beetje meer te escaleren. Of tenminste te ontwikkelen. Maar als dat gebeurt, dan kan je natuurlijk heel veel vertrouwen in de markt krijgen. Van, of tenminste wat lucht in de markt verwachten. En daar moet je ook gewoon je, uh, een plan voor hebben. Maar als we eenmaal een bonum willen vinden en een mooie positie kunnen krijgen, dan heb je het bij de crypto, bij niet alle coins, maar over 10.000 procenten. En als je er dan een, hond of een paar procent naast zit, dat maakt echt geen bal uit. Als jij er 10.000 procent uit kan halen, ben je super blij en super goed bezig. Daar gaan we ook voor. Ik, wil, ik denk dat deze vrij duidelijk is. Dus uh, heb je de vraag over zitten in de comments? Ik krijg van de week ook nog een andere leuke vet. En dan gaf je excuses bij, zo'n Mening. Hartstikke bedankt trouwens voor je aanvraag. Maar ja, ik geef vaak als je als een aanvraag. Of als je iets aanvraagt wat pas is geweest, geef ik eerst even de video van vorige keer. Want in principe zijn we gewoon nog op hetzelfde stuk. En de, uh, Ik pak weer de verkeerde, want ik wil even de vier. Je blijft hier gewoon sideways gaan, dus je blijft die mooie risk reward plek hebben. Volgens mij. Ik weet niet meer waar die video zat. Het was volgens mij twee weken geleden, dus het zal ergens hier zijn. En dan zeg ik ook, ik wacht tot de prijs naar me toe komt. Die prijs die komt naar me toe. Die prijs is naar me toe gekomen. Waar je Bitcoin dus een lower low ziet creëren, zie je hier dat het wel wat meer sterkte vertoont, maar alsnog kan het hier die high, high of tenminste een lower high creëren en dan die lower low. En je ziet hier. Ik zie hier nog wel een klein risico. Hier zie je wel een open stuk waar je niet bent teruggekomen. Dus mocht lower low lower gaan maken. Dit is even zonder fips. Je kan natuurlijk ook gewoon je fip. En ik zou het altijd doen, je vip reeks erbij houden. Dan zie je weer dat deze heel mooi loopt bij die 0786. En dit is zonder fine tunen. Maar het geeft je meer in beeld. Dus ik probeer het ook altijd te bouwen. Als ik dan naar boven kijk, want dat is wat je natuurlijk wil well zien. Even kijken op de daily zie je waar we net bij cent dus bij die grotere targets al die eerste targets hebben geraakt en dan bijvoorbeeld dus bij die uh, Algo niet heb je die hier ook dus nog niet en hier heb je een beetje die basis dus je vindt hier support hier support hier support en stel je valt hier naar beneden en hier vind je nog steeds lichtelijk support dus ik wil hem vanuit hier meten als ik dan naar een kleine tijdframe ga dan zie je dat je precies je hebt hem echt exact geraakt dus dit heb je geraakt goede reactie erop ik had Wellicht dat je hem nog iets lager kan doen, want hier heb je ook een kleine basis. Dus dat zijn allemaal van die kleine Vibrex'en die hier weer... Dit is die allerkleinste, dan kun je weer groter en je kan zelfs hier beginnen. Dat is op een hoe kleine tijdframe je zit. Ja, je kan bijna op al die tijdframen wel wat proberen. Besef, wat ik heb geleerd, op de kleine tijdframen veel minder betrouwbaar... dan op de grote tijdframen. Dan werkt het gewoon beter, die Fibonacci's. Maar in ieder geval, laat dit... Het is een supermooie reactie, want je groeit er naartoe Je raakt één keer aan, Goede reactie ligt dat je dit nog iets meer moet fijn, dan moet je echt wel een één uur gaan weer ligt. En dan pierce het zelfs wel een beetje het level. Maar als ik dan niet de volgende levels ga kijken, eerst het risico. Als je het risico erbij pakt, dan heb je die gele lijn en die square op hier en die 0.786 op een 8%. En die bodem zit op een 13%. Die echt die bodem hier zo. Dat zit op een 22%. Dus nog steeds best wel een mooi ristride plek voor crypto. De eerste target, 0,26 bij de 11, 12 dollar cent, 36 Dan een andere, 0,382 bij de 15 dollar cent. Heb je toch over een ruimte van 76 En dan heb je nog hier die push-winner wellicht naar die 20 cent bij de 0,68 of de 24, 25 dollar cent bij de 0,786 en in de 0,83. Is een ruimte van 200 Zie ik hier nog een Minecraft? Hier zie ik nog wel een gedeelte. Dus ik meet nog steeds in een kleine gedeelte. En wellicht, als je dan die eerste gaat krijgt, dat je hem kan verleggen hier naartoe. Ook weer deze. Deze hebben we al die move naar beneden gedaan. Eén keer bijna die rode moving average aangetest. En gigantische resistance. Dus wellicht worden we, als we hier door die moving average eens zijn, volgende tak die andere rode moving average op dit gedeelte. Um, even kijken. Fetch AI, ganse media, hartstikke bedankt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En heb je andere vragen zetten in de comments? Andere die. Krijg was IV of De DeFi Money, soms die namen van al die coins. Ik word er soms wel een beetje gek van ik, volgens mij Coinbase. Nee, het was uh, natuurlijk Binance. Uh, deze, ja, deze heeft dus geld laten zien, uh, wat ik hier eigenlijk alleen naar voren wil Je hebt dus een mooie risk-reward plek. Wellicht dat je dit stukje moet bestuderen. Hier ook. Je hebt een soort van downmove. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk erin kan zijn. Ik zal heel even die brush te halen. Je hebt dus die downmove. Je begint een beetje geld te vinden. Je springt eruit. Bij die andere kant is het een wik rechts. En vindt weer support. Groeit weer weg. Zoek weer even die top op. Even de, de square up goed maken. En valt weer naar beneden. Waar we nu zijn, in mijn ogen. En daarna nog één push. Hoeft niet precies te gebeuren dat je nog een, nog een keer een push krijgt. Want eigenlijk is hier dus het teken dat je vanuit hier die lower low gaat creëren. Als ik weer even alle tekeningen weghaal. En nou, ik ga ook eventjes die witte fips weghalen. Want hier zie je dus dat je heel mooi nu bij die 0786 bent. En je hebt nog een level lager bij die 083. En nog liever. Omdat je in één keer bent weggegroeid. En wellicht dat je daar dus ook straks die lower low gaat creëren. Hier heb je een square. Hier heb je zelfs een square bij die 480. Maar je bent dus bij een mooi level. Het raakt niet echt de VIP's. Hier nog wel. Dus daarom ga ik deze iets meer weghalen. Maar je ziet dus, hier heb je die wik. Je vult hem en valt dan beneden. Precies hetzelfde als eigenlijk wat je net had. Bij dat gedeelte in. Ja, ik ben, volgens mij was het 2021 dan. Maar je laat hier ook weer een Downmove achter. Square achter. En wellicht. En het raakt wat VIP's. Even kijken waar ik naartoe wil gaan. En ja, hier zie je toch wel iets beter die trendlijn. Ik moet het iets meer vergroten. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk voor jullie te maken. Maar daar heb je de vraag over zitten in de comments. Maar hier zie je wel duidelijk een trendlijn. Dat zie ik hier nog niet echt. Dus het, het lijkt er wel erg op. Maar zo ja, dus kun je een beetje die prijsactie van die coins bekijken. Maar je ziet dat dit bijna in de uh, hetzelfde is. Dus je hebt een high. Je probeert weer die high op te zoeken. Je valt weer naar beneden. Valt weer naar beneden. Weer die high op te zoeken. En dan die low-low. Wellicht dat je nu in één keer die lower low kan creëren. Omdat dit best wel een forse downmove en een lange downmove is. Dit is een korte, snelle downmove. Dus ja, het is gewoon even wachten. Als ik naar targets kijk, ben je nu dus bij een mooie entries. Maar het liefst koop ik naar beneden. Ik wacht gewoon weer het liefst tot we hier naar boven gaan. Maar ja, het laat nu weer wat zwak te zien. Het heeft ook het risico om misschien een lower low te creëren. Dus al, ja, ik ga niet zo snel naar deze targets. Die targets blijven ook gewoon hetzelfde. Dit zijn de grotere targets. Als ik dan die kleinere thuis, die hebben eigenlijk in mijn ogen vrijwel voldaan. Dus je bent hier bij die 0,6 en 8 geweest, gepierst. Dan heb je nog die 25, of 26, 2700 dollar. Ja, ik, ik heb een beetje het idee dat je hier wel klaar bent. Want je hebt ook eigenlijk deze basis, dus waar je hier dat support vond en hier nog een move uit vond, heb je gebroken. Je hebt test nu die terugbasis en weer een gigantische retrace erop. Dus deze wil ik wat meer zien ontwikkelen. Dus ik wil hier structuur zien. Dat het HRH is. Of in ieder geval hier blijft hangen. En dat ik dan wellicht wat kan proberen. <coughs> Excuse. Me. Maar in ieder geval Frank. Hartstikke bedankt. Ik hoop dat je er een beetje kijk op hebt gekregen. En uh, heb je wat tips voor ons hierin. Zet het ook in de comments natuurlijk. Maar in ieder geval hartstikke bedankt. En de andere die ik kreeg was Unie. En daar ben ik toch wel heel snel denk ik doorheen gegaan. En dat is bedoel ik niet slecht. Maar in ieder geval hartstikke bedankt. Edward. Edward. Verkeerd zeg ik zeg het ook tegen mij. iniswap. Ik dacht, ik, ik, ik heb hier al in gewerkt, maar. Ik moet soms echt wel. Ja. Dan heb ik weer op een andere grafiek daarin gewerkt. Laten we weer even helemaal cleanen. Um, ik kom straks bij Loom. Daar wil ik mee eindigen. Want ik zie daar. Daar zie je toch wel echt wat anders dan anderen. En dat zie ik hier ook een beetje. En ik heb hier gewoon wat, wat minder. Historie, maar ik dacht dat ik hier ook echt een andere grafiek van had. Als ik hier gewoon even snel die targets, want deze werken best wel goed. En dit is ook meteen het grotere plaatje. Dus je hebt hier die target gehit. Als ik dan ga kijken naar entries, dan wil ik dus mijn retracement fit, maar ik wil ook kijken waar die square op zitten. Dus daar heb je die top. Laten we hem eventjes uh, wit doen. En dan gaan we heel even snel naar een kleine tijdframe. Dan zie je. Zonder een beetje fine-tunen, dat je wellicht nu al bij die 0,68 bent gekomen. Daar heb je die candle. Zie je exact. <laughs> en dit is, je kan het wellicht nog iets meer fine-tunen. Dat je echt exact. Dus ik ben nu bij een level waar ik wel geïnteresseerd in zou zijn. Bij die 5,90 bij de 0,68, bij een square. up Allemaal mooie plekken waar ik wel wat durf te proberen. Hier heb je die square. -up. En die gaat helemaal tot en met 5,26. Daarna heb je de 0,786 en die 0,83 bij de. 4,85 tot de 4,55 dollar. En het liefst ga je nog lager. Want je ziet ook weer hier het begin waar je wegspringt. Dus je springt die weg en komt die nooit meer op terug. Dus laat meteen wat risico achter. Weet ik meteen. Uh, maar zoals we vaak zeggen: als het, het lucht kan, of tenminste, het lijkt wat lucht te krijgen. Want je hebt hier best wel lang een darmover gehad. Ik ga weer even die witte weghalen omdat het meer ruis geeft en dat het duidelijkheid geeft. Maar je hebt hier een over Stijlen daarom of breek je uit. Eerst geld was laat zien. We weer eerst even testen of er hier wel genoeg support zit. Dus het liefst koop je ook gewoon zo laag mogelijk en kan best nog wel een kleine low low maken om dit level te piercen. om een teken te geven dat we lager kunnen gaan. Maar het teken geven kan daarna gewoon deze targets halen en daarna pas dat teken voldaan. Als ik naar targets ga kijken, even kijken. Ik heb volgens mij die je bent dus bij een mooie target, dus daar kan ik me stoppen Dus vanaf de prijs van nu. Is een 51% die 0.236, Dat is bij 9,40 dollar. Als ik dan ga kijken naar die volgende taak, kijk die 0.382, kan het waarschijnlijk nogal iets meer tunen. Bij, bij die 13 dollar. we weer links, vind je een top, je vindt hier support, nog een keer support, nog een keer support en een move. Je wil naar beneden, je wil die bodem breken, vindt toch nog een keer support, nog een keer support. Allemaal bij het level bij die 13 dollar. En dan heb ik er al over een ruimte van 112% in deze kleine ruimte. Hier heb je ook nog een square bij die 0.5. Dus wellicht dat hier die punt bij die 0.5 wat belangrijk gaat worden. Dan heb je het over uh, de 15.95 en die 0.68. Wat ik meestal een stuk belangrijker vind is die 18.90. Dan heb je het over een ruimte van 200%. En dan heb ik het ook nog hier, targets bij 23, 24 dollar. Ik hoop dat deze duidelijk is. Uh, ik vind deze best wel interessant, Edward. Dus uh, ik hoop dat je er veel succes mee hebt. Ik hoop dat ik er veel succes mee heb. Ik hoop dat heel veel anderen er veel succes mee hebben. Ik wil eindigen met Loom. Hartstikke bedankt voor je aanvraag, Edward. Loom is een aanvraag van mezelf. Dus hartstikke bedankt, Colin, voor mijn aanvraag. Ik ga nu in mezelf praten. Dat klinkt echt idioot. Uh, wat, ik hier, ja, wat ik hier zie is anders dan anderen. Ik hoop ook dat jullie dat zien. Ehm. Uh, wat ik daarbij wil zeggen is dat ik, hier heb je een down move en je blijft die boven hangen. Waar je ook heel veel coins hebt waar je in die moneybox zit. Maar je blijft boven die moneybox hangen. Dus je blijft best wel mooi dit level houden. Wat ik daarin zie is dat je dus beter je waarde houdt tegenover andere coins. Het laat niet hele mooie prijsacties zien, want je ziet het in één keer omhoog, in één keer omlaag. En tussendoor is het ook steeds één push omhoog, meteen naar beneden. Één push omhoog, meteen naar beneden. Dus het geeft je niet heel veel tijd om winst te pakken. Moet je meteen meenemen in je plan. Maar het laat dus wel wat power zien. Want je vindt één keer support hierop. Je pierst het wel. Tweede keer support. En dan zie je opeens het geld erin springen. Eén keer geld erin springen. Twee keer geld erin springen. En je begint er een beetje boven te blijven. Als ik dan nog de eens ga kijken. Het wordt lastig met dit soort gekke wiks en gekke, gekke prijsactie. Maar ik begin gewoon weer met een kleine plaatje. We zijn hier gevallen naar beneden. Dan, heb ik, dan zie ik al gelijk van ik heb hier niet heel veel aan. Dus ik moet wat dieper erin gaan. Als ik dan wat dieper erin ga dan heb ik deze gekke wik. Want hier ga je nog één keer maken een higher high op dit gedeelte, op wel een low high op dat gedeelte. Maar vanuit daar wil ik gaan meten. En dan zie je dat het begint te werken. En met die wicks heb ik geleerd, de prijs gaat zo snel dat je wellicht veel beter moet gaan fine-tunen en iets meer ja, naar die candles die toe gaat werken. Maar als je al een beetje in de buurt zit met die gekke wicks. dan zit je vaak wel goed. En dan zie je ook hier, je pierst het level. Je raakt het level aan samen met die rode moving average. Terwijl het op de daily, heel erg belangrijker. Maar je je geeft tekenen dat je hier boven wil. Want je blijft die bovenkant testen. En er blijft wel wat geld inspringen. Volume ook wel wat. Hoeft helemaal niks te betekenen, maar het laat gewoon wat meer kracht zien. Ik hoop gewoon dat jullie dat ook zien. Als ik dan naar mijn risico ga kijken. Want ik vind het nu niet meer interessant om stappen Hier bij die drop wel. Maar als ik naar mijn risico ga kijken. En waar ik het liefst wil kopen, Is weer een beetje rond die 4,5 dollar zijn. En dat is dus alweer een drop van 20% vanaf de prijs van nu. Als ik ga kijken naar de targets vanaf de prijs van nu. Waar je dus al twee keer bent geweest bij deze 0,2, die 6 en die rode moving average, heb je het over een ruimte van 18% bij de 6,8 dollar cent. En de 0,382, de volgende target eigenlijk, de, waar ik naartoe kijk, is die 9 dollar cent. Dan heb je het over een ruimte van 58%. 0,68 denk niet zo snel dat we daarin gaan, maar het is toch een 12,6 dollar cent. Is toch een 120% vanaf de prijs van nu. Maar het liefst pak ik deze lager. Dat laten we het anders zien dan andere. Daardoor neem ik hem even mee. Uh, heb je een nieuwe aanvraag zitten in de comments? Vergeet CoinMus niet een account aan te maken. En zodoende zullen we allemaal groeien. Nogmaals, vergeet ook niet te abonneren. Iedereen bedankt voor het kijken. Vind je het een leuke video? Er zit zo'n duimpje waar je keihard op kunt drukken. Waardeer ik enorm. En je kan mij ook met al je familie, vrienden en op alle social media delen. Voor degene die crypto leuk vinden. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. Een heel goed weekend. En heel veel succes met de crypto. Adios!